Ik heb dit ook nog nooit verteld. Welkom bij een nieuwe aflevering van Insta versus Reality, waarin we de echte persoon achter het Insta-account leren kennen. En vandaag ben ik bij niemand minder dan Vadim. En Vadim ken je natuurlijk van... Goedemorgen. Goedemorgen. Zometeen komt Vanix hier thuis. Wat een leuke bel. Hallo. Hey, hoe is het? Voor de kat. Ja, 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 ja. Moet ik snel naar binnen? Moet ik snel naar binnen? Snel, snel, snel. Sowieso, thanks dat we hier vandaag ook mogen zijn. Het is toch jou. Je bent altijd welkom. Dankjewel, dankjewel. Het is echt jouw plekje. De plek natuurlijk ook waar jij helemaal jezelf kan zijn. Hoe lang woon je hier eigenlijk al? Bijna een jaartje ongeveer. Samen met mijn vriend. En bevalt dat ook hier in het huis samen? Het ging eigenlijk wel gewoon meteen goed. Af en toe wel eens irritaties, maar niet hele grote. Hij helpt ook in de huishouden. Dus dat is fijn. Wat betekenen die katten voor jou? Ik hou heel erg van katten. En het is denk ik sowieso met huisdieren wel, je gaat je er echt heel erg aan hechten. Het wordt gewoon echt onderdeel van je huishouden. Je gaat het echt gewoon een beetje als je kinderen zien. En dat heb ik eigenlijk ook echt ook met mijn katten. Ze zijn echt mijn babytjes. Vadim, kan je de persoon omschrijven die wij eigenlijk zien op Instagram? Ja, gewoon iemand die... bijna elke dag zich helemaal opmaakt, leuk aankleedt. En ik denk ook dat mensen ervan uitgaan dat ik echt zeg maar, de hele dag door foto's aan het maken ben, wat niet zo is. Ja. Ik heb het wel eens gevraagd aan mensen om me heen, ook wel eens aan Marvin, van wat nou als je mij niet zou kennen? En dan zegt hij wel eens van ja, als ik jou niet zou kennen en ik zou naar je Instagram gaan, zou ik je bijvoorbeeld echt niet durven te DM'en. Oh, serieus? Ja. Dat is toch omdat hij dan zou verwachten van oh, ze gaat toch niet reageren of die denkt dat ik arrogant ben. Dat heb ik trouwens al vaker gehoord. Ja. Wanneer ben je begonnen? Ik denk dat ik echt actief was begonnen rond de tijd dat ik met mijn fysiotherapieopleiding begon. Toen had ik nog echt een fysiotherapieaccount, ander account, make-up artist Vadim. Mijn persoonlijke account, waar ik nu eigenlijk het actiefst ben, die is later bijgekomen. Eerst was het echt dat ik eigenlijk alleen dingen postte, gewoon persoonlijke dingen. Niet echt met een doel van, oh, ik wil dit account echt groot maken. Maar op een gegeven moment begon ik meer fashion dingen te posten en ging dit account eigenlijk super hard. En op welke foto ben jij nou echt dat je denkt van nou, deze foto ben ik echt trots op, Sima? Ik denk deze. Maar dat is niet per se dat ik denk dit is mijn mooiste foto. Dit was dus op een soort dakterras en ik was alleen. Yeah. En ik ging echt over het balkon klimmen, de camera neerzetten, zelf ontspannen, snel over het balkon klimmen, hier staan, lachen en die foto maken. Oh, dat meen dus ik ben echt trots op het eindresultaat. Ja. Ja, wat heeft jouw Instagram jou tot nu toe opgeleverd? Iets wat ik wel echt dat ik nooit ga vergeten, is van mijn vakantie in Bali. 3 uur later. Hier was ik bij een hotel in Bali. Supermooi. We hadden echt een private pool met uitzicht op de zee. Maar ik had in de eerste instantie had ik gewoon een normale kamer geboekt. Volgens mij niet eens zelfs met zeeuitzicht, laat staan een privé zwembad. Maar heb jij zelf dan benaderd? Ja, ik heb toen inderdaad gewoon gemaild van hey, ik heb bij jullie geboekt in jullie hotel en wie weet kunnen we iets voor elkaar betekenen. En toen hebben ze dat eigenlijk zelf voorgesteld. En je had gewoon je eigen Instagram-account erbij gezet? Ja, ik had gewoon alle linkjes erbij gezet en toen zei ze zelf van hey, leuk en we kunnen je een upgrade geven naar de Cool Ocean View Villa. Ik dacht nou, wow. Top. Wat is nou jouw meest gelijkte foto? Dat is een foto van pas geleden eigenlijk. Oh, niet zo lang geleden. Deze met Marvin. Omdat dit de eerste foto was nadat we weer bij elkaar kwamen die gepubliceerd was. Ja. Had je het ook verwacht dat deze foto het meeste likes zou pakken? Want is het nu op bijna 12.000 likes? Ik had wel verwacht dat het echt zeg maar, soort van wel een beetje zeg maar, viral zou gaan. Ja. Maar ik had niet verwacht dat het mijn meest gelikte foto zou worden. Zijn er nog ook bepaalde foto's? Waarbij het lijkt alsof het perfect is, maar er zit een verhaal achter wat wij dan niet weten. Ja, jawel. Bijvoorbeeld deze foto. Nou, heel leuk. Ligt er lekker in het zwembad in Egypte. Heel mooi. Zo is de vakantie totaal niet begonnen. Niet. Want we kwamen op het vliegveld en we hadden echt gewoon... Marvin en ik hadden dikke ruzie. Wij waren toen op vakantie gegaan, Marvin en ik samen, maar het was eigenlijk uit. Maar we hadden die vakantie al geboekt, dus we dachten, hey, we gaan gewoon samen. Ik moest me uitkleden bij de douane. Oh, Zijn telefoon werd gecontroleerd. Nee. En daarna kregen we dus ook nog ruzie, heb ik buiten zitten huilen. Nou, zo is de vakantie dus echt begonnen. Maar ja, daar is natuurlijk geen foto van. Oh man. Op welke foto heb jij de meeste shit comments gehad? Dat weet ik meteen welke dat is. Dat is deze foto.
als je dan swipet, heb je gewoon een foto waar mijn tepels zichtbaar zijn. Kapot, vies, zwaar. Ewa, doe normaal. Als ze zo in Turkije zou lopen, hè. Ook gewoon vieze, ik bijt je tepel eraf, schat. Je kan er ook echt om lachen. Kegmeter staat op ontploffen. Wat staat er? Is wel origineel. Kegmeter staat op ontploffen. Oh, is wel origineel, ja. Ik kan af en toe wel om lachen. Praat je daar dan ook over met je vriend, met je familie? Ja, eigenlijk wel vooral met mijn vriend. Met mijn familie wat minder, omdat ik gewoon hun daar eigenlijk gewoon niet mee wil belasten. Ja. Want hoe gaan zij daarmee om? Ik heb mijn broer wel eens erop betrapt dat hij op Instagram in de comments voor mij opkwam. Is wel heel lief. Oh, dat ook. Ja. Volgens mij was dat op die bikinifoto of zo. Die bikinifoto is mij ook bijgebleven. Ik ben daar persoonlijk heel erg van geschrokken, ja, van de comments daaronder. Die foto's, bikinifoto's, zijn gemaakt natuurlijk op Curaçao. Zullen we ze even bij? Oh. Ja. Maar dat viel tijdens de Ramadan. Ja, en dat was gewoon puur toeval. Ik had zoveel content gemaakt, echt iets van 20 foto's, dat ik in principe dus in de Ramadan nog doorging, omdat die foto's gewoon nog niet klaar waren. Maar iedereen denkt natuurlijk dat ik dat met opzet heb gedaan, maar dat is helemaal niet waar. Ik schrik er nogmaals, ik schrik zelf heel erg van dat soort comments. Maar tegelijkertijd denk ik dan, oké, stel ik post zo'n foto, dan kan ik het ook wel verwachten, zeg maar. Ik had het wel verwacht, maar ja, lang niet zo heftig eigenlijk. Ja. Maar je dacht niet van, nou, weet je wat, al die haatcomments nu onder die eerste foto, die tweede ga ik eventjes naar de Ramadan posten. Ben ik in Curaçao geweest, die vlogs zijn allemaal online geweest, kom ik een maand later aankakken met al die bikinifoto's. Als ik ze niet post en ik post andere foto's, er is toch altijd wel wat. Dan gaan ze weer zeggen dat mijn broek te strak zit. Dan gaan ze weer zeggen dat mijn blouse te veel open is. Dus er is toch wel altijd iets te zeggen. Fadime, je krijgt ontzettend veel shit over je heen op je Instagram. Maar welke comment heeft jou nou het meest geraakt? Ik heb wel eens op YouTube laten vallen dat ik depressie heb gehad en dat soort dingen. En toen heb ik een keer een comment van iemand gekregen die reageerde. Dat was op YouTube, niet op Instagram. Die zei, je bent toch dik en lelijk, niemand mag jou. Je bent toch al depressief. Je hebt al eerder zelfmoord geprobeerd te plegen. Doe het gewoon nog een keer, misschien lukt het nu wel. Ik schrok daar wel echt van. Weet je, zo oppervlakkige dingen als bijvoorbeeld hoer of je bent dik. Dan denk ik van, pff, weet je wel. Maar dat je zo diep iemand zo probeert te raken, dat vind ik echt niet normaal. Stel nou dat je een Instagram-account zou openen van de reality. Hoe ik het zou zeggen, de echte Fadime. Hoe zou die er dan uitzien? Nou, waarschijnlijk als ik het moet doen, zeg maar, met hoe ik me bijvoorbeeld die dag voel, waarschijnlijk heel veel jankfoto's. Ja, echt? Ja, heel veel jankfoto's. Heel veel lelijke selfies ook. Maar dat stuur ik dan alleen naar vrienden. Ik plaats trouwens soms ook wel gewoon dingen, bijvoorbeeld in mijn pyjama, in mijn story, maar nooit dan in mijn feed natuurlijk, want mijn feed moet gewoon mooi zijn. Ja, dat denk ik heel veel. Gewoon gekke foto's. Want ik ben ook wel gewoon een beetje een gekkie. Ja, hoe vaak heb jij dat soort momenten? De huilmomenten, de jankmomenten? Nou, ik denk dat ik zeker wel 5 dagen in de week huil. Meen je dat nou? Ja, soms om hele kleine dingen, hoor. Het is niet allemaal heel heftig. Ik wist niet dat je zo emotioneel, zeg maar, was. Ja. 5 keer per week, dat is bijna elke dag. Bijna elke dag wel, ja. En om wat voor soort dingen gaat dat dan? Ja, heel verschillend. Maar meestal denk ik dan gewoon terug aan dingen die zijn gebeurd. En dan moet ik gewoon eventjes huilen. Maar niet dat ik helemaal zit te snikken, maar wel dat ik dan gewoon tranen krijg. Maar de tranen die komen wel. Ja. En dat is dus wat ik helemaal niet terugzie op jouw Instagram. Gewoon totaal niet. Dus dat zou de reality Instagram page zijn. Dat ik natuurlijk elke dag alles laat zien, denken mensen dat ze mij kennen. Maar weet je, ik ben ook wel heel real met YouTube. Het is niet dat ik een ander personage opzet. Totaal niet. Ik ben juist wel heel open, heel eerlijk altijd. En ik zeg het ook wel eens als ik me rot voel. Maar er zijn gewoon heel veel dingen die ik ook niet vertel. Dus het is niet dat ik daarover lieg, maar het zijn gewoon dingen die ik dan gewoon erbuiten laat. En wat is de reden ervan dat je dat dan daarbuiten laat? Ja, het is er is gewoon iets gebeurd toen ik klein was. En dat is gewoon iets wat mij eigenlijk elke dag nog achtervolgt. En ik wil het wel bespreekbaar maken, maar ik vind het een beetje lastig op wat voor manier, want ik wil ook niet overkomen van ze is zo zielig en iedereen moet medelijden met mij hebben. Dat is niet wat ik wil, want dat hoeft ook helemaal niet. Want ik heb ermee leren leven, dus het klinkt allemaal heel zielig, maar voor mij is het gewoon hoe ik ben. Fadime, er is dus kennelijk iets gebeurd wat tot op de dag van vandaag nog steeds impact heeft op jou, de persoon die jij nu bent. Wat kan je daarover kwijt? Nou, ik ga denk ik niet helemaal in details treden.
Maar ik heb... dit is ineens moeilijk. Ik zeg net, toen ik 16 was, dat is nu... Ik ben nu 22, dat is nu... Nou, dat is 6 jaar geleden. Toen, hoe ga ik het omschrijven? Basically ben ik toen seksueel misbruikt. En dat is... is toch best moeilijk. Ja, en dat is wel iets wat tot de dag van vandaag nog steeds impact heeft op jou. Ja. Heb je daar hulp voor gehad? Mijn familie heeft me wel geholpen, Marvin heeft me wel geholpen. Ik ben ook naar een psycholoog gegaan, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat het niet zo heel veel heeft geholpen. Ook omdat ik toen nog minderjarig was, dus werden gewoon heel veel dingen eigenlijk gewoon verdraaid, waardoor het eigenlijk alleen maar slechter ging. Maar ik denk vooral dat. En ik heb het wel enigszins wel achter me kunnen laten. Ik kan er nu ook heel goed mee omgaan. Je denkt er nog wel gewoon heel vaak aan. Heb je het een plekje kunnen geven? Want het is natuurlijk niet niks. Want als het je nog zo vaak achtervolgt natuurlijk. Ik denk... Jawel. In zekere zin wel. Maar ik denk dat je kan het nooit echt 100% een plekje geven. Is dat ook misschien de reden waarom haatcomments jou niet zo raken? Ik denk het wel, omdat ik, die haatcomments zijn niks vergeleken bij wat ik allemaal heb moeten doorstaan. Ja. Dan denk ik van ja, het kan veel erger. Ja. Een kant die jij nu laat zien, die eigenlijk op Instagram niet te zien is. Daar zien we de vrolijke kant, daar zien we de blije kant, de gelukkige Vadim die aan het stralen is. Kleurrijke page ook, heel veel kleur. Ja. Maar dit is de keerzijde daarvan, wat mensen dus niet weten. Klopt, ik heb het ook nog nooit verteld. Hoe voelt dat voor jou, dat je het nu zeg maar vertelt? Aan de ene kant wel als een soort opluchting, omdat ik voor mijn gevoel, ik deel best wel veel. En ik had altijd wel een beetje het gevoel dat ik soort van altijd een soort heel zwaar iets met mij meebracht. Wat gewoon, het is nu soort van mijn schouders af. Heel veel dingen ook op YouTube waren gewoon ook niet te verklaren. Bijvoorbeeld, ik heb heel lang niet aan de Ramadan meegedaan, omdat ik dus altijd zei, ik sta in medicijn. En iedereen dacht altijd dat het smoes was, maar dat was niet zo. Ja. Dat had dan echt te maken met de gevolgen daarvan. Ja. Ik ga je een knuffel geven, want ik wist het ook niet, lieverd. Oh, God. Echt. Maakt helemaal niet uit. Maakt helemaal niet uit. Echt. Ik denk dat de kijkers nu ook misschien ook wat anders hebben leren kennen. Dat denk ik ook. Maar je mag het voor mij afsluiten, trouwens. Nou... Wat ik dus nog wel wilde zeggen is dat iedereen die zo heftig haatcomments reageert bij mij, ik wil jullie uitnodigen om gewoon lekker een keertje op de koffie te komen. Oh, girl power sowieso. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet hier zo te abonneren. En laat een leuke comment achter. En dit is geen Instagram, dus hier zijn we alleen positief.